Welkom dames en heren, leuk dat je kijkt en vandaag heb ik twee echt hele zieke dingen voor jullie. Ten eerste gaan we natuurlijk gamen op die al AMD game PC die ik gebouwd heb met een RX 6800 XT. Ik vind die 2X'en, wat vind je van die... Ik vind dat zo raar, 2X'en, maar goed. Met een 5800X, 3X'en dus, en 16 gig werkgeheugen. Dus ja, dat is echt een beest van een game PC, maar er is nog iets. En daar ben ik misschien nog wel meer excited over. Wij hebben hier in het gebouw geen 4K gaming monitors. En Asus heeft daar lucht van gekregen via Jorn of zo. En ze hebben ons dit ding gestuurd. Nou, deel van waarom ik zo excited ben, is omdat dit ding echt al 2 weken in onze studio staat. En ik mocht hem niet openmaken, omdat we dat per se op video wilden doen. Ja, dus hij staat echt al 2 weken in mijn ogen uit te steken. Maar ik mag hem nu eindelijk open gaan maken. Ik heb geen idee hoe dit moet verder. Heb jij wel eens een tv uitgepakt, Paul? Ja. Hier moet iets mee. Ja. Oh, deze is al kapot. Zijn die dingen zo makkelijk eruit te krijgen of zijn ze gewoon kapot? Dat is insane. Nou, je denkt misschien dit is een tv, maar dit is eigenlijk gewoon een hele grote monitor. Precies het verschil tussen tv's en monitors, dat leg ik vast nog wel een keer uit in een PC-detective. Daar ga ik vandaag niet op in. Maar, en wat dit... Waar we hier vandaag... Oh, misschien moet ik hem op de grond zetten. En dan eruit tillen. En waar we hier vandaag naar kijken... Oh, ik maak alles kapot. Sorry, Asus. Sorry, Asus. Jezus. Ja, sorry, Asus. Nou, waar we hier vandaag naar kijken... is een 43-inch 4K... 144 hertz monitor met een HDR 1000 certificaat. Nou, HDR 1000 wil zeggen dat hij een piekhelderheid heeft van 1000 nits. Ja, dat is echt insane hoog. Volgens mij een gemiddelde monitor is 300 nits of zo. Dus dat is gewoon 3 keer zo fel als een normale monitor. Dat zorgt ervoor dat je een hele zieke HDR ervaring hebt. Ja, ik kan eerlijk gezegd niet wachten om ook met de Xbox Series X en de PlayStation 5 te testen, want die hebben hele goede HDR-implementatie. Op PC is HDR altijd een beetje... Nee, of zo. Wat je verder nog moet weten is dat dit dus een monitor is en we gaan dus ook DisplayPort gebruiken zo meteen om hem aan te sluiten. Want dat is op dit moment de enige manier om 4K 144 Hz te kunnen doorsturen door een kabel. Het kan ook met HDMI 2.1, ja, dat weet ik. Maar die zit hier nog niet op. Hier zit HDMI 2.0 op. Dus als je deze met een console combineert, dan ben je helaas gelimiteerd tot 4K 60 Hz. Gelukkig heeft Asus ons al een knipoogje gegeven en ons verteld dat in kwartaal 1 van 2021, dus de eerste 3 maanden van 2021, een nieuwe versie uitkomt van deze monitor met wel HDMI 2.1. En die kun je dus supergoed pairen met je PlayStation 5 of Xbox Series X. Hij heeft ook een grote broer, dat is de PG65U. En je raadt het al, die is fucking 65 inch. Maar die kost 4000 euro. Dus ja, dan vind ik dit toch een stuk mooiere deal op ongeveer 1500 euro. Dat kan ik van... Ja, let's fire it up, inderdaad. Ik kan de DisplayPort niet vinden. Ah. Kijk aan, het zijn er zelfs 3. Oké, nou, we krijgen er nog een afstandsbediening bij, dus hij is zeker te gebruiken als tv, I guess. Als je een digitaal kastje hebt, natuurlijk. Want er kan geen coax in of iets dergelijks. Heb ik hem aangezet? Er zitten geen batterijen in de afstandsbediening. Dan gaan we het maar. Dat is.
Dat is een piepschuimkorreltje. Ik dacht ook dat dat een lampje was. Oké, nou alles staat. Ik zal even voor jullie gevoel van schaal deze toch al best wel grote 27-inch monitor ernaast zetten. Dus ja, dit is wel echt een stukje groter. Ik ga sowieso even checken of alle instellingen kloppen. Ja, oké. Nou, hij heeft nu 4K gepakt. Dat is mooi. Maar we hebben nog geen 144 hertz behouden. Ja, hè. Oké. 4K 144 hertz. Here we go. Kan de 6800K... Hoe heet dat ding nou? 6800XT. Kan de 6800XT 4K 144 hertz runnen? We gaan het zien. Dat bestaat niet op AMD, helaas. Ja, dat is dus een van de dingen die mij nog steeds een beetje weerhouden om AMD te kopen. Ik weet dat ik het eigenlijk moet doen. Ik weet dat we moeten eigenlijk met z'n allen massaal AMD gaan kopen. Want AMD heeft er wat aan. Ze hebben dan weer meer geld voor R&D. Ze kunnen dan nog betere kaarten maken. En ze kunnen uiteindelijk concurreren met Nvidia. En ook al ben jij een Nvidia-fan, het feit dat AMD nu fatsoenlijke kaarten maakt, is ook goed voor jou. Ook al ben je een Nvidia-fan en ook al ga je nooit AMD kopen. Want als die twee met elkaar concurreren, dan hoeven die kaarten niet zo super duur te blijven. En dan gaan ze gewoon hun best doen. Want laten we eerlijk zijn, Nvidia heeft het nogal makkelijk gehad de afgelopen jaren. En gelukkig zijn ze niet zoals Intel gestopt met innoveren. Maar toch is het altijd goed. Concurrentie is altijd goed voor de consument. Ik wil eerst even Warzone doen. We gaan dadelijk ook Cold War doen. En Cold War, dat is heel nice, heeft Ray Tracing en DLSS. Dus we kunnen dan... Ah, maar wij hebben een AMD-kaart. Zie je hoe gewend ik ben om een Nvidia-kaart te hebben? Kunnen wel vastleggen, maar dat is wel met meer performance loss dan bij dingen inderdaad. Dan bij Nvidia. We hebben Warzone maxed out op 4K. Ik ga gewoon beginnen. Dit is echt insane, man. Dit is sowieso een primeur, want dit is echt de eerste keer dat ik 4K PC gaming ervaar. En het is wel echt heel sick dat dat dan meteen op deze manier is. Check weapons and gear. We're holding for deployment. En we krijgen ook gewoon 100 FPS, hè. Oké, nou. We hebben dus 110 FPS op 4K op max settings. Dus dat is al insane. Ik ga alleen even recording aanzetten. En AMD heeft ook een variant op Nvidia encoding, I guess. Maar die werkt niet zo goed als die van Nvidia. Dan ben je wat meer, performance kwijt. Dus dat is wel jammer. Maar we gaan nu even kijken hoeveel dat dan is. Want ik heb natuurlijk wel een 5800X, dus de processor moet daar in principe geen moeite mee hebben. Ik heb geen idee wat staat, joh. 5 minutes later. Ah, je moest gewoon scrollen, joh. Echt waar, ja. Je ziet hoe dood AMD eigenlijk was in de markt. Want ik ben hier de hele dag met PC's bezig. En ik heb totaal geen idee hoe een AMD-driver werkt. Of ja... Dus dat hebben we hier mooi mogen ervaren. Video opnemen. Oké, we zijn helemaal niet zoveel frames. We hebben gewoon nog steeds 110 fps. Ja, nou ja, het is natuurlijk ook... Want misschien is het ook wat CPU afhankelijker. En als dat zo is, dan zouden we nu natuurlijk sowieso geen probleem moeten hebben. Want we hebben zo'n gloednieuwe Arbeid 100X... Hij wil nu al mijn aandacht, terwijl hij echt vet ver is. Het is wel groot, of zo. Ik moet echt kijken, zeg maar. Maar het is wel, ik heb nog... Oh. Ik ben zo druk aan het lullen dat ik gewoon op twee gasjes inloop. Oh, en daar nog een. Oh. Waarom doet hij niks?
Had ik hem op semi-auto staan? Ik snap niet wat ik aan het doen ben. Super sick. 4K 100... Ja, 100... Ik wil zeggen 4K 144 hertz, maar het is natuurlijk eigenlijk 4K 110 fps, want we halen in dit spel maar 110 fps. Maar goed, het verschil tussen 110 en 140... Ik denk niet dat heel veel mensen dat merken. We gaan verder naar het volgende spel. Black Ops Cold War. Niet mijn favoriete Call of Duty, maar we gaan even de campaign doen. Want skill-based matchmaking. Wat een coil wine trouwens, jongen. Dat is wel echt heftig. Dat is echt intens. Compiling shaders, new install. Placeholder text, tussen haakjes stond er. What the fuck. Dit spel is echt klaar. Call of Duty Cold War is klaar en leuk. Naat. Het ziet er zo raar uit, hè. Want je ziet zo die beeldbuispixels. Goed, we hebben 55 fps, dus dit spel is wel degelijk zwaarder dan Modern Warfare. We hebben nu 80 fps, dus ik ga recording eens aanzetten. En we hebben nu nog steeds 80 fps, dus het is gewoon ik denk dat het echt heel erg afhankelijk is gewoon van... Of je een goede CPU hebt of niet. Nou, we hebben hier een 5800X in zitten, een octa-core. Dus van de nieuwe generatie van Ryzen. Dus dat is bij ons zeker geen probleem. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat AMD zelf een encoder heeft verbeterd of zo. Ja, ik heb het gezegd, weet ik het niet zeker. Ah ja, we zijn in Amsterdam, hè. Vet. Amsterdam! Nou, ik merk nog niks van de MP5 nerf. Hahaha. Oh ja, inderdaad. Die hebben ze weer moeten reverten of zoiets. Dit is echt elke COD campaign, hè. Gewoon ge-ADS'd rondlopen. En dan iedereen in de kop blasten. Hier in de Amsterdamse grachten. Ik weet... Sorry. Sorry als je uit Amsterdam komt en je kijkt. Ik heb geen idee. En ik praat ook zo, dus... Gaat dat allemaal een beetje grappig, of niet? Ja, aanzienlijk lagere framerate dus. Maar ja, het is een nieuwer spel. Het ziet er super sick uit. En het is nog steeds 80 fps op 4K op max settings. In een AAA game. 2020! Dan gaan we verder naar... wel echt een hele zware titel. We gaan Assassin's Creed Valhalla doen. Dus we gaan... Zal ik eens filmen en dat jij gaat gamen. Dan is deze voor jou. En dan is dit ding voor mij. Oké. Okay. Kan zijn dat de boel nu iets shakier wordt. Ik hang ermee om. Otje gaat de Assassin's Creed Valhalla doen. Ja, ik ben normaal gesproken ook van de shooters. Maar ja, Assassin's Creed bleef ik altijd wel een liefde voor hebben. Dit ding is zwaar. Dit ding is zwaar, ja. Dus, heb je ineens heel veel respect voor mij, Gijs? Ik heb sowieso al heel veel respect voor jou. Ik ben nog niet zo ver. Ik heb hem gekocht omdat mijn vriendin hem heel graag wilde spelen. Ik zelf was wat terughoudender, omdat ik de laatste Assassin's Creed... Ja, ze zijn een beetje los van wat het ooit was. Het is meer een hack-and-slash RPG-achtige game geworden. Dus ik vind het zelf niet meer zo heel vet als de Ezio-lijn. Dat blijft nog altijd het vetste, want daar ging het gewoon om het verhaal. En als je iets belangrijk vindt in een game, dan is het een verhaal. Vandaar dat ik normaal gesproken ook graag Assassin's Creed speel. Call of Duty vind ik ook leuk, maar ja, het is meer voor de rush op dat moment, maar niet voor een... meeslepende ervaring of zo. Opstarten duurt wat langer. Duurt het normaal ook zo lang? Ja, hij moest even VC Redistributable of zo. Dat ene woord wat ik al 1000 keer heb gelezen, wat ik nog steeds niet weet. Waarschuwing. Redistributable. Ik denk dat hij nu gezien. Volgens mij heeft hij wel al 4K. FPS limit off. Field of view laat ik op 100%, want we zitten nu in een first person shooter, dus boeien. apply. Never. Ziet er wel f***ing sick uit, man. Goed, we gaan hem even opnemen. Nee. Oh. Hij staat nog aan met opnemen, dus chill. Hoef ik dadelijk alleen maar een stukje te hakken.
Nou, Gijs heeft schijnbaar moeite met de camera vasthouden, want hij wil gewoon real-time meegenieten. Zoals ik al zei, ik heb dit samen met mijn vriendin gedaan. Zij gamet eigenlijk nooit en is helemaal overweldigd door wat eigenlijk allemaal kan in zo'n game. Dus het verhaal is eigenlijk voor een heel groot deel gewoon geskipt. Dus ik heb geen idee eigenlijk wat er aan de hand is. Ik weet dat mijn character Eivor is. En ja, zoals je ziet, ze heeft het vrouwelijke karakter gekozen. Ik zou zelf misschien een man pakken, maar ja, dat, ik weet niet. Ik vind het over het algemeen wel vaak vetter, omdat je wat breder bent en wat stoerder en wat, ja. Ja, nou goed, dit is ook een gevaarlijke vrouw. Ik niet verkeerd, maar... Don't go there, Paul. It was at this moment that he knew. He fucked up. Feminism triggered. Nou, je ziet nu FPS. Ik zit nu op 53 FPS. Ik zit eigenlijk wel... Ja, 47 is het laagste dat ik tot nu toe heb gezien. Ja. Maar ja, bedenk even. Dit is een nieuwe Assassin's Creed game. De graphics zijn... Ja, zijn gewoon super. Het is niet beter dan Odyssey. Tenminste, er zullen wel wat meer details in zitten hier en daar. Maar qua graphics had ik eerlijk gezegd iets meer verwacht van Ubisoft. Dat moet ik eigenlijk ook wel toegeven. Want ik vond die gezichten en die animaties in de gezichten en zo vond ik helemaal niet mooi net. Nee. Deze video gaat natuurlijk niet over Assassin's Creed. Het gaat gewoon om te kijken hoe dit scherm is en of de 6800 XT, want dat is nog het belangrijkste, of de 6800 XT in staat is om 4K 144 Hz te laten zien. Ja, in deze game... Duidelijk niet. Duidelijk niet. Maar bij dit soort games, third person, is het eigenlijk helemaal niet zo belangrijk om hoge framerates te halen. Kijk, als jij rond de 60 zit, prima. Weet je, op een Xbox of een PlayStation ga je ook niet meer halen dan dat. Dat is ook helemaal niet nodig. Je hoeft niet snel te kunnen reageren of zo. Het is een RTS, je ziet van ver aankomen of jij geraakt gaat worden door een vijand. Dus het is gewoon overbodig. Dus dikke prima. Ja, ik geef het woord wel weer aan Gijs. Gijs mag deze video nu gaan afsluiten. En dan laat even weten of je het leuk vond of je me vaker wil zien in een video. No, God, please, no, no! Dankjewel, Paul. No! Ik hoop dat ik goed heb gefilmd. Waarschijnlijk niet. Veel te weinig concentratie. Wat kunnen we nou concluderen over die 6800 XT? Want ja, begrijp me niet verkeerd. Dit is super sick. Een paar dingen. En ik ga nu mijn eerlijke mening geven. Nvidia heeft nog een paar streepjes voor op AMD. Ten eerste raytracing. De raytracing performance van deze kaarten is niet zo goed als die van Nvidia. Dus als je dat belangrijk vindt, ga dan voor een Nvidia. Natuurlijk zijn er nog allemaal dingen die kunnen gebeuren. Misschien komt er wel een standaard van AMD, want RTX is natuurlijk een standaard van Nvidia. Er is sowieso een DirectX standaard. Misschien komen daar nog updates voor. Misschien komt er nog iets van Vulkan, hè? Want AMD draait over het algemeen goed op Vulkan. Dat zijn allemaal dingen die kunnen gebeuren. En ik wil mezelf nu niet vastlullen. Dus ik wil nu niet iets zeggen waardoor er dadelijk geen reet van klopt wat ik zeg. Maar raytracing en DLSS. DLSS is gewoon f***ing sick. Je hebt mij gezien in die video toen we de RTX 3080 gingen uitproberen. Ik was helemaal blown away. Je krijgt gewoon gratis 30 fps erbij in sommige spellen. En je ziet het verschil gewoon niet. Of je moet er echt met je neus op gaan zitten. Maar ja, ik ben een shooterspeler. En ik heb toch al alles op low. Dus het maakt mij echt niet zoveel uit hoe het eruit ziet. Maar als ik 20% meer frames kan halen gratis, dan doe ik dat. Er komt een variant van AMD. Geruchten zijn dat dan wel iets minder goed is. Maar goed, daar kunnen we eigenlijk allemaal nog niks over zeggen. Moet je deze kaart kopen? Ja. Als al die dingen jou niet uitmaken en jij wil gewoon lekker gamen op 4K, zoals ik hier heb gedaan, en je wil AMD een zakcentje toestoppen, want dan kunnen ze goed gebruiken, dan ja. Maar ben je zoals ik en ga je die dingen zoals DLSS en zo missen? Nvidia man, sorry. Sorry AMD. Sorry! Neemt niet weg dat die gewoon 4K gerund krijgt en echt op het niveau van een 3080. Dus als je al die dingen niet meetelt, raytracing en zo, het is gewoon een kaart die even snel is als een 3080. Soms iets sneller, soms iets minder snel, bij een lager stroomverbruik. En dat is f***ing insane. Lekker bezig AMD.
Vond je dit nou een leuke video? Like dan even. En wil je nooit meer een video van ons missen? Druk dan op die subscribe-knop en druk op dat belletje. Heb je nog vragen of opmerkingen? Dan zijn hier beneden de comments. Maar je kunt ook onze Discord joinen. Daar zitten wij de hele dag. Ik heb die app gewoon op mijn telefoon. Oh, dit is Steven Paul. Ik heb die app gewoon op mijn telefoon. En ik krijg gewoon een melding als er in die Discord iets gezegd wordt. En misschien geef ik wel gewoon meteen antwoord. Het komt voor. Ik weet het, het is insane, maar het komt voor. Maar natuurlijk, Paul zit daar en Lon zit daar en Johan zit daar en Jermaine zit daar. Dus het is niet moeilijk om met een van ons in contact te komen. Heel erg bedankt voor het kijken. Paul bedankt. Als je Paul meer wilt zien, laat het dan zeker weten in de comments. Maar ik kan me voorstellen dat je mij als cameraman iets minder chill vindt. Heel erg bedankt voor het kijken en hopelijk zie ik je snel terug in een volgende video. Doei!